Dit is de gerijpte herfstbok. Dus je hebt de gewone herfstbok, die drink je het liefst zo vers mogelijk. En dit is een gerijpte herfstbok. Nou, deze gerijpte herfstbok die heeft dus er, zich een jaar lang mogen ontwikkelen in de kelders van de vliegbasis Twente. Daar heb je van die grote opslagloodsen, daar hebben ze uh, dit bier neergelegd. En dat heeft een jaar lang mogen rijpen in het donker onder een constante temperatuur. En die smaak die wordt dan, uh, wordt dan anders. Nou, kijk even mee naar die, naar die kleur. Hij is bruin, duidelijk bruin van kleur, maar ook een mooie uh, rode gloed zit erin. Het is bijna als de herfst uh, zelf. En ook dat schuim. Hij heeft behoorlijk wat schuim. Het is uh, geen wit schuim, het is duidelijk gekleurd. Ja, en die geur, die geur is uh, gebrande mout, uh, karamel. Echt het graan wat voor dit bier is gebruikt, die geuren ruik je terug. Dat noemen we dan een moutgeur. Maar ook de zoetheid, de karamel die hierin naar boven komt, is enorm. Ja, dit, dit glijdt zo naar binnen. Dit is uh, zacht, dit is zoet. Het heeft zeker ook wel een, een, een bitterheid uh, als je hem hebt, uh, hebt doorgeslikt. En gedroogd fruit en misschien zelfs wel wat, wat, wat donkere bessen, wat zwarte bessen die je erin in terugproeft. Ja, dit bier, dit heeft echt een, een enorme volheid, een, een, een zoetheid, uh, proefje. Als de herfststormen om het huis waaien, dan kun je zo'n stevig glas bier wel goed gebruiken. Mooi zoet, een bitterheid erin. Uh, ja, en wat gaan we daar dan bij eten? Dat is altijd de vraag. Bokbier, ja. Het klassieke stoofpotje kan altijd, is altijd goed. Wil je echt eens iets leuks proberen? Pak dan eens een bastonje koek van Lu en combineer dat eens met zo'n lekker glas bokbier.